Back in Verbari, weer bij het kanaal van UGX Mysterious. En hier gaan we weer. Deze keer hebben wij, ja, je hebt het al bij The King 77NL gezien. Dat wij met z'n 9 man Jug speelden. Hier bij deze map speelden we nog maar 8 man. Waar dan nog niet een volle party op ground was. Maar ja, dit idee is ja, een beetje voor de fun natuurlijk. Je ziet dit ook veel bij je patserig gedrag. Die je een verkrachtsessie gaat doen. Dat is altijd lachen om te zien. Maar wij deden het meer voor de fun, niet echt voor de... Ja, voor de challenge. En daar zie je er ook wel af dat het voor de fun is. Maar ja, ik had ook reacties gehad. Ja, hoe je makkelijker uit kan houden met Jug. En dat ga ik zeker behandelen. Want ja, we hebben met z'n 8 man Jug. Daar kan ik wel wat tips geven, denk ik. Maar ik zal even vertellen. Iedereen had dezelfde klas. En de klas was een ACR met Extended Mag en een suppressor. Ja, Extended Mag had niet iedereen. Dus sommigen hadden kikker op. Maar sowieso een suppressor. Daarna MP9 met suppressor. Dan Semtec en Concussion, als ik het goed heb dat het heet, Concussion. Dan hebben we echt, om het helemaal hun makkelijk te maken, als hun een Predator hebben. Nou, dan staan we al niet op de map, want iedereen heeft Blind Eye. Als ze een UAV hebben, heeft iedereen een Assassin. Dus ja, dat was allemaal al leuk. Want ja, je bent eigenlijk al gewoon niet meer te zien voor de tegenstander. En dat vonden we wel lachen. Elke keer als hun UAV inkallen, dachten wij van, haha, lekker voor hun. Want ze konden ons toch niet zien. En ja, als laatste hebben we Stalker. En daarbij de support killstreaks UAV, Avenge UAV en Jug. En de Dead Street Juice. Dat hebben we allemaal hetzelfde gehad. En het was zeker een nice potje. Ik en Cody begonnen best wel lekker dit potje. Want ik zal even snel de namen noemen die meededen. Addicted, NL, Elite Shafts, Shane, The King 77NL. Golden Code natuurlijk, UGX Sirius en Fissionator NL die allemaal mee. En ik natuurlijk. Dat zijn we met 8 man en we hadden nog een groene Spanjaard of zo dat was. Maar ja, we waren hier gewoon bezig om met z'n allen een Jug te halen voor de fun. En dat lukt ook. Maar alleen ja, natuurlijk, er gaat wat tijd in verloren. Want het is als goed is, als ik het goed heb, een 18 killstreak met support. Oh, ja, of punten pakken. En ja, wij gaan gewoon proberen zo snel mogelijk om die, ja, om die Jug te halen. Want hoe eerder die Jug hebben, hoe eerder we fun kunnen hebben met die Jugs met z'n allen. En dat scheelt ook dat we, ja, daarom hebben we ook voor UAV, Avenge UAV gekozen. Om er zeker van te zijn dat je de hele tijd bekant, ja, die radar, ja, eigenlijk aan hebt staan. Dus dat je eigenlijk wel kan zien waar ze vandaan komen. En we hebben natuurlijk... Daar hebben we expres voor gekozen. Blind Eye en Assassin Pro. Om die Blind Eye Pro en Assassin Pro heb ik dan. Maar sommigen hadden gewoon alleen Blind Eye of Assassin. Om die gasten helemaal gek te maken. Als ze UAV een keer hadden. Dat wij niet te zien waren. Hadden ze een keer een Predator. Al zouden ze die hebben. Dat ze ons ook niet zien. Of een heli of een dingen. Dat is zo ontiegelijk vet. Je naait gewoon de hele tegenstander eigenlijk. En ja, dus er kwamen ook wel een aantal reacties van de tegenstanders die er toch ook wel om konden lachen. Omdat, ja, we hadden het paar 3 of 4 potjes gedaan. Dus dat viel eigenlijk nog wel reuze mee. Het was gewoon even voor de lol. Het was gewoon even, ja, André was er mee aan het spelen. En ja, toen kwamen we met z'n allen eigenlijk op het idee om even, ja, net als wat patserig gedrag altijd ja, met challenge doet. Maar dan wij even voor de fun even, ja, de Jugs installeren. En zo snel mogelijk halen. Nou, daar hebben wij als goed is op... bootleg gedaan op Resistance en op nog een map, ik weet niet meer welke map. Maar daar hebben we het gewoon even een keer gedaan en daarna zijn we ermee opgehouden. Want toen was de fun er toch wel weer vanaf. Het was toch, ja, ik vond het wel vet even. Even weer de fun in MW3 terug. Even weer, ja, even het spel toch anders beleven van plaats voor de MOAB streaks gaan de hele tijd. Want die gingen de laatste tijd met mij niet zo geweldig. Ik heb... niet veel MOAB's meer gehaald de laatste dagen. Dus ik hoop ze weer te halen. En dan zie je die vast wel weer op het channel. Maar ja, de King 77NL die ging wel weer lekker deze week met zijn MOAB's. Die had er wel weer een stuk of 6 denk ik of zo in de laatste dagen. De laatste 3-4 dagen. Dus dat ging zeker wel lekker, ja. Je ziet hier nou, waarom ben ik nog steeds bezig met schieten? Nou, ik was gewoon bezig om die tweede Jug nog te halen. En waarom? Als iemand heel slecht gaat. Want ik en Cody gingen echt best wel redelijk tempo. Echt... fucking rushend, weet je wel. En als er een van ons nou die kills net even niet kan maken, dan hebben we een tweede Jug om iedereen te helpen van, ja, om aan een Jug te komen. En dat was Coat ook aan het doen, want Coat die ging ook als een speer. Die ging nog iets sneller als mij, dus die had volgens mij zijn tweede Jug had hij. En die heeft hij afgestaan aan iemand om
Ja, om hem een juk te geven, omdat hij net niet echt, ja, hij kwam de tegenstanders niet tegen, hij kon de punten niet pakken. Dus dat vond ik zeker wel vet, dat ik en Koot daar, ja, eigenlijk het team daarmee helpen natuurlijk. Want ja, ik wou er ook een dubbele hebben, maar dat is er uiteindelijk niet van gekomen. Maar ja, natuurlijk, Avanti UAV's en UAV's de hele tijd de lucht in blijven pompen, dat was zeker wel vet. En straks gaan we die jugs krijgen. We zijn al best wel ver onderweg. Je ziet ook, we staan gewoon voor met Domination. We zitten maar een beetje te kloten, weet je. 124 tegen 67 is ongelooflijk. We zitten een beetje te kloten. Een beetje, ja, wel, ja, natuurlijk, we pakken veel vlaggen, want we willen zo snel mogelijk die punten hebben. Nou, en hier hebben we tegen iedereen. Iedereen had er één. Coat had volgens mij er twee nou, dus die gaf er iemand aan iemand anders. En iedereen pakte nou een pakketje. Oh, sorry. Even hoesten, maar dat had er ook bij. Nou, iedereen heeft een jerk. We wachten even met z'n allen. En dan gaan we met z'n allen eigenlijk bij elkaar lopen. En dan, ja, dan komen we wel het serieuze. Het enige nadeel is, je bent je perks kwijt. Je hebt geen blind eye meer. Je hebt geen assassin meer. Je hebt hier bij de jerk, heb je als goed is scavenger. Dus je hebt scavenger als je iemand neerschiet. En voor de rest heb je volgens mij niks. Ja, een riot shield, een, ja, zo'n smoke grenade en voor de rest helemaal niks. Ja, een klein pistooltje en een riot shield, maar ja, daar heb je niet veel aan. Maar nou wou ik wel even ja, op die dingen doorgaan. Kijk, je ziet hier de hele tijd, ik ben de hele tijd met mijn schild aan het lopen. En waarom? Ik laat die heli op mij schieten. Waarom doe ik dit? Om mijn teammaten te beschermen tegen die heli. Want die heli die zat, die zat gewoon, ja, dat was eigenlijk wel zwaar irritant dat hij in de lucht zat. En ja, we liepen daar allemaal naar A toe en we hebben die vlag ook even snel gepakt. Maar ja, dan zit je toch in de problemen. Die heli zit in de lucht, je hebt geen blind time meer. Dus je moet iets doen. En ja, ik ben toen maar gewoon de hele tijd met mijn schild gaan lopen. Je ziet hier ook, ik word flink geraakt ook door de tegenstander. En als tip, als jij wil overleven met een jerk. Want sommige mensen zeggen, ja, ik heb hem een minuut en dan ben ik weer dood. De beste is, als jij echt compleet van je teammaten weg bent. En jij ziet dat de tegenstander met heel veel man komt. Dan moet je je proberen te zorgen om naar een gebouw te gaan. Of weer naar jouw medespelers te gaan. Dus of in een gebouw gaan en dan snel het riot shield ervoor. Want dan kunnen ze er ja, niet zo makkelijk door of langs jou heen. Dan moeten ze eerst helemaal omlopen en alles. En dan kan jij nog een paar killen. Dus dat is zeker een tip. Dus als jij ziet, je bent ineens helemaal alleen met je jug. Ga dan even snel een gebouwtje in. Of loop weer terug naar je teammaten. Dat je een beetje dekking hebt van hun. Om het wat makkelijker voor jezelf te maken. Want ik ga uiteindelijk niet dood met mijn jug. En dat is mede dankzij dat ik heel vaak mijn schild gebruik. Als jij ziet dat je echt heel erg rood wordt. Gelijk je schild erbij pakken. Als je geflitst wordt. Geflashed, geflitst. Ja, ik noem het altijd flitsen. Pak gelijk even je schild erbij. En dat zal ook een, ja, je levens redden. Want ze flitsen je en ze komen akimbo, snipers. Ik weet het allemaal niet. Kijk, hier wou ik even iets moois doen. Hop, hé, hey, hop, hebben ze. Nee, het was gewoon even een lagje, maar niet dat ik expres achteruit liep, hoor. Maar het was gewoon even een verbindingslagje daar. Maar ja, nu ging ik nog wel een beetje een aanval. Want ik wil natuurlijk wel wat kills hebben met mijn jug. En we gingen met z'n allen eigenlijk wel een aanval. Want je ziet hier, iedereen van ons heeft nog zijn jug. Allemaal als het goed is. Niemand was nog dood gegaan. We bleven de hele tijd bij elkaar. Ja, tenminste op die ene ding na. Ja, maar ja, daar kon je niks aan doen. Nou, hier wordt per ongeluk ja, de King 70 heeft 7NL ja, gedood. Maar zeker als je een jug hebt. Ten eerste, schild er vaak voor houden. De meeste mensen die blijven met een wapentje schieten. Maar je moet ook soms cover zoeken. Om jou, ja, om je jug te redden. Dus ik zou zeggen, sowieso af en toe cover zoeken. En ten tweede, ga naar je teammaten terug. Of ga in een gebouw met je schild voor je. Om zo ja, hun lastiger te maken. Want dan hebben ze niet die hele weg meer om langs jou te lopen, te flitsen. En dan sta je toch iets veiliger in een gebouw. Want dan, ja, dan is het lastiger langs jou te komen. Ik hoop dat je wat aan die tips hebt. Ja, diegene die de reactie gestuurd heeft. En hier is nog de eindscore. En dat was de game. En dan zeg ik, see you later everybody.